Ja, nog maar tieners waren ze toen ze als negenkoppige band debuteerden. Tony Allen noemt hun muziek de evolutie van de afrobeat. En met uitverkochte shows over de hele wereld heeft het collectief een overweldigende live reputatie opgebouwd. Vrijdag komt het derde album uit, Jungle by Night. Jack, ja, jullie waren hier al. Toen zaten jullie nog op, volgens mij op het gymnasium hier in Amsterdam, of niet? Nou, ik zat niet op het gymnasium. Nou ja, goed, een beetje zo. Nou, ik weet nog dat ik door de gangen liep op school. En toen zag ik, de lerarenkamer stond heel groot, Tien van en Jack. Die spelen vanavond in de wereld daardoor. Nou, die tijden zijn nu voorbij. Die zijn echt voorbij. En jullie dachten toen nog, nou ja, goed, dit is hobby. En we gaan allemaal studeren en we gaan een baan vinden. Maar jullie zijn gewoon bij elkaar gebleven. En jullie staan nu op Glastonbury deze zomer. We staan op Glastonbury, Pinkpop. Nieuwe plaat uit, heel spannend. Altijd een mooi moment. Glastonbury, man, daar ga je heen. Ja, droom maar vast. Hoe heet het nummer? Cruise Control. Cruise Control, Jungle by Night.